Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 5 februari. Leuk dat je meekijkt in een nieuwe weekvlog. Ik ben al klaargemaakt. Alleen ik weet niet of er nog heel veel van ziet. Want ik ben al weg geweest. Ik heb mijn afspraken. Ik heb mijn boodschappen gedaan. Ik ben naar de Action geweest. Maar er komt een shoplog van online. Als deze vlog online komt, staat hij al online. Het slechte nieuws is dat het tijgertje weer cross is. En hij zegt alles onderpiest wat ze, waar ze in kan piezen. Ze doet het wel vooral... in, dus op de bak op tafel doet ze het in en die haal ik dus straks ook weg, zodat ze daar niet meer in kan gaan. Dus ja, dat is gewoon eventjes wat minder. Dus dat is even balen. Gisteravond heb ik 4 handen op 1 buik gekeken, dat was erg leuk. Het was met Nienke Plas als moeder, was ook wel weer erg leuk. Married at First Sight. En er is dus nu toch een lesbisch stel dat gaat trouwen. Dus dat is wel leuk voor de eerste keer in Married at First Sight. Dat vond ik wel leuk. Ik had beter niet mijn haren los kunnen doen. Want door de wind is het een beetje door elkaar gegaan. Maar ja, het is even niet anders. Ik zal even zo de boodschappen laten zien. En dan ga ik even mijn dingen doen. Ga ik eerst hier de woonkamer doen. En daarna ga ik even mijn haren nu verder zetten en de vlog verder afmaken. Ik moet ook nog wat foto's bewerken, want het ging gisteravond ook niet echt vlot. En wat heb ik nog meer? Wat heb ik nog meer te vertellen? Nee, ik heb gisteravond gewoon programma's gekeken, Glee en Rex, dus dat was het. Dus ik zal even de boodschap laten zien en dan ga ik eerst even aan de gang, want het is toch iets later. Ik was 2:15 ongeveer thuis en ik had even een broodje gegeten van de Lidl. Ik zat even een vlog te kijken, maar die duurde erg lang, dus die heb ik maar even afgezet omdat ik toch even aan de gang wil. En ik heb een trui aan van de Linda TV met mijn naam erop. Allereerst heb ik gehaald schoonmaakazijn. Ik heb nu een keer de original. Deze waren 6 flessen voor 1 nog wat. Het was nu met een bon bij plus. Dus die heb ik gekocht. Ik heb boontjes gehaald. 2 keer. Ga je dat nog een keer eten. Want ik ben een beetje klaar met... Ja, ik ben een beetje inspiratieloos. 2 pakken met slavinken. Deze waren nu 5 euro. Dan ga ik een paar in de vriezer doen. Deze waren ook met een bonte dreft. Die vind ik toch wel fijn. Taartje, hou op. Swarma gehaald. Ik ga morgen een pizzaatje maken. Dus ik dacht, nou, dan heb ik swarma. Zondag ga ik even naar mijn oma. Ik heb even broodjes meegenomen voor iets lekkers om mee om te geven. Nou, nog een ding boontjes. Nog een pak slavinken. Koffiemelkcupjes gehaald. Snijboontjes van maandag, die moeten even in de vriezer, want die zijn maar tot 8 februari goed. Mijn chocomel. Eventjes de Rinja pakken en braden. 2 zakken met aardappelschijfjes. Een pakje champignons. Nou, nog een flesje dreft. Een zak met patat. Voor vrijdag heb ik daarna vanavond in Frank een dingetje met muntdropjes gehaald. Omdat ze mij ophouden zondag. Ik heb even kattenvoer gehaald. Nou, nog een zakje aardappelschijf. Een flesje mondwater. En 2 dingen met spekjes. Dat waren dus alle boodschapjes. Ik zal even wat in de koelkast en de vriezer moet apart leggen. Ik kom de rest even terug in de boodschappentas. Ik kan vanmorgen even opruimen. En dan ga ik eerst naar de gang. Dan zal ik mijn haren lekker doen en dan ben ik ook klaar. Dus ik ga jullie bij mijn haren verven leven bij zitten dan bij het schoonmaken. Want dat is toch altijd hetzelfde. En dan hebben jullie ook een keer een ander beeld. Dus ja, dat ga ik nu gewoon eventjes doen. Thank you.
Zo, ik ben klaar. Ik heb een bruine vlek op mijn hoofd. Het is vast of van de verf of van mijn wenkbrauwspul. Ik heb even mijn oude bril opgezet, omdat die andere bril... als je je bril opzet en je hebt je haar geverfd, komt er automatisch een beetje van het haarverf erop. Dus ik dacht, dat vind ik niet zo'n goed idee. Laat ik gewoon even deze opzetten, want deze heeft het al vaker gedaan. Dan hoef ik niet mijn nieuwe bril eraan bloot te stellen. De vlog is nog niet helemaal af. Ik ben nu bij maandag. Hij is bijna klaar. Dus dat maak ik vanavond gewoon even af tussen de reclames door. Straks lekker dit uitspoelen. En dan doe ik... Ik vind het gewoon op woensdag de fijnste dag. En ik kon nu te laat met de vlog beginnen. Omdat dit er even tussendoor kwam. Maar dan douche ik altijd dat uitgebreide met scrubben en van alles. Dus dan vind ik het gewoon handig om mijn haren te doen op woensdag. Ik hoop dat het goed gepakt heeft. Ja, ik heb het overal wel heel goed ingesmeerd. Alleen je ziet het nu nog niet. Omdat het gewoon gaat inwerken is. Ik ga het ook nog even relaxen. Vanavond kijk ik even met eten de 100-jarige met Gordon. Kijk, goede tijden. Vanavond hebben we Help Mijn Man is Klusser. Veel een interessante aflevering volgens mij. Down met Johnny. En ik kijk even Glee. En uiteraard Rex. Dan moet ik nog even die foto's verder doen. Maar artikel moet online. De vlog verder afmaken. Dus verder niet heel bijzonder. Maar eerst maar eens even zien dat straks dat haar uitgespot krijgt. Ik voelde me ook niet zo lekker toen ik thuis kwam. Ik kwam ineens op. En toen had ik dus een blikje met Monster Energy drank. Die had ik meegenomen bij de Action. Ik vind hem niet meer lekker. Vroeger dronk ik hem heel vaak. Maar godzietari. Ik vond hem echt niet lekker meer. Ik heb hem wel gewoon opgedronken. Want ik ben wel iemand die het opdrinkt. Maar mijn smaak is het niet meer. Die is wel een beetje daarin veranderd. Ik vind hem niet zo lekker meer. Maar goed, ik vond hem daar wel lekker. Ik moest alleen daarna gewoon een beetje los van mijn buik en zo. Dus nou, verder niet heel bijzonder. Ik ga nu nog even lekker relaxen. En straks douchen en eten en mijn dingetjes kijken. En dan zie ik jullie morgen gewoon weer. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 6 februari. Ik ben klaargemaakt en ik heb een keer stijl haar. Ja, ik heb nieuwe stylingsproducten geprobeerd van Nivea. Dat zijn deze. Ik heb hier een straightening spray, vorming spray en ik heb ook een soort styling primer. Dus die heb ik getest. Het ruikt echt super lekker. Tot nu toe ben ik heel tevreden, maar ik weet natuurlijk, het is eigenlijk een beetje, ik wil het zondag echt gaan testen, want zondag moet ik de deur uit en dan ga ik door weer en wind. Dus dan ben ik benieuwd wat het dan met mijn haar doet. Mijn haar zal nooit geheel stijl worden, omdat het daar gewoon niet het type voor is. Hoe vaak ik de stijltang er ook doorheen trek. Maar op zich, het zit voor nu eigenlijk dik prima. Voor de rest ben ik gewoon lekker klaargemaakt en ja, zit ik dus hier met Tijger. Ze heeft gisteren de pil gehad. Die doet alleen niet zo heel veel. Ze was vannacht ook echt op het toppunt aan miauwen. Dat ik dacht, oh Tijger, je moet dit. Word je er moe van, schat? Ja, ik wel eigenlijk. Ja, ik weet het. En ik moet een video opnemen. En het probleem is dat ze dan weer door die video loopt heen te miauwen. Dat is een beetje vervelend. Gisteravond heb ik... Down met Johnny gezien en Help Mijn Man is Klusser. Ik vond het best wel heftig, want schoonmoeder was aanwezig en die was best wel heftig aanwezig. Het was ook best wel een heftige confrontatie uiteindelijk. Down met Johnny was wel heel schattig. Wat wel een beetje zielig was, is dat de oma van een van die kandidaten was overleden net de dag voordat hij die wens kreeg. Dat was best wel zielig. Maar goed, op zich, hij ging er best wel goed mee om. Hij zei ook, ja, ik ben heel verdrietig, maar de tranen komen niet. Nou ja, dat kan natuurlijk. Ik heb Rex gekeken, ik heb Klee gekeken. En mijn horloge zit achter mijn armband, wat ik niet zo heel erg prettig vind. Ik heb mijn vlog, die heb ik afgemaakt. Het was nog wel een dingetje, want hij wilde weer niet... erg makkelijk opslaan. Maar ik heb nu een ontdekking gedaan. Ik zet al mijn vlogs zet ik altijd op mijn harde schijf. En daar loop ik al een hele tijd te roepen. Ik moet er een HD bij hebben, want die HD zit vol. Alleen heb ik nu een ontdekking gedaan. Als ik alles omzet naar MP4 formaat, dan gaat het van 4 gigabyte naar een aantal MB's. Dat zou me zoveel ruimte schelen, waardoor ik dus nu gewoon alles wat op die harde schijf wil staan, heb staan aan video's.
Dat ik dat dus nu eigenlijk wil gaan omzetten in mp4 formaat. Dat gaat me wel heel veel tijd kosten, maar waardoor ik wel weer heel veel ruimte bespaar. Dus dan hoef ik voorlopig nog geen nieuwe HD erbij te hebben. Als ik dat zou doen, alleen dat kost wel tijd. Uiteindelijk is het allemaal wel gelukt. Ik had een artikel online gezet. Dus dat was allemaal fijn. Ik ben alleen mijn frikandellen kwijt. En ik had al even degene geappt die altijd met me meegaat van... joh, liggen die nog bij jou in de auto? Nou, ze dacht van niet. Maar ik kan ze dus nergens meer vinden. En ik heb ze volgens mij heb ik ze ook niet aan jullie laten zien. Ik heb ze volgens mij ook niet in de vriezer gelegd. Ik snap er echt helemaal niks van. Ik ga zo even in ieder geval stopzagen. Dan ga ik toch eerst die video opnemen. Ja, en ik heb ook hoop van zegen. Ik zat te denken, kan ik op de slaapkamer gaan zitten? Maar ja, Sabine blijft toch wel bij jou. En ik weet ook niet of dat een heel goed idee is. Omdat ik niet weet hoe het licht daar nu is. Dus ik vind hem een beetje lastig eigenlijk. Als ik heel eerlijk ben. Ja, ik moet gewoon even gaan kijken wat ik ga doen. Ik heb er overigens een nieuw truisje aan van Primark. Ik kan het jullie wel even laten zien. Hij is nu wel iets korter, omdat ik niet een hele hoge broek aan heb. Nou ja, het is op zich wel een hoge broek. Maar die broek zit dus te groot. Waardoor het allemaal niet zo heel top zit. Maar goed, op zich ziet niemand dat, want ik ben toch thuis. Ik heb dus dit rode truitje aan. Kijk, en dit is dan het geval. Hij moet eigenlijk hier zitten. Met die mouwtjes zo. Dus dat vond ik wel leuk. Ik ga nu even stofzuigen. Dan ga ik eerst eventjes proberen de video op te nemen. En dan ga ik daarna nog even bullet journalen. En dan, ja. Ik zal even mijn pizzabodem eruit halen. En dan ga ik mijn dingetjes even doen. Zo, de video staat erop. Ik ben toch in de slaapkamer gaan zitten met filmen. Want het ging gewoon niet met Tigertje. Dus ik heb het nu daar opgenomen. En op zich ging dat ook prima. Ik ga nu nog even bullet journalen. Ik heb alles net een beetje opgeruimd. En dan ga ik jullie bijzetten. En ja, dus het verder gewoon een lekker rustig dagje vandaag. Ik wil even veel dingen afmaken. Dus ja, ik ga jullie gewoon bijzetten. Ik heb net even opgeruimd, maar ik heb gewoon even een bouwmomentje van mezelf. Dat ik best wel perfectionistisch ben. Dat ik echt wil, dat ik trots ben als ik in mijn boekje kijk. En ik ben nu met een tekening bezig en ik vind hem zo niet perfect. En nou ben ik ook heel eerlijk, ik zal nooit een goede tekenaar worden. Maar op het moment ben ik er gewoon even niet zo gelukkig mee. Dus ik weet nog niet of ik hem erin ga doen. Ik moet er eventjes over nadenken. Maar ik was nu ook wel zat. Want video opnemen kostte ook even wat energie. Dus ik ga zo gewoon nog even lekker relaxen. En dan straks douchen en eten. Vanavond kijk ik Goede Tijden. Ik kijk Alberto Stegeman. Dat komt weer een nieuw seizoen. Meester Frank Visser. Met eten even de slechtste chauffeur. En wat wou ik nog meer kijken? Glee en Hudson en Rex kijk ik vanavond. Dus ik moet nog wat foto's bewerken. Het wordt verder gewoon een heel basic avondje. Mijn haar zit nog wel mooi. Nou, straks met de douche is het wel pleiten. Want dan komen de krulletjes gewoon weer terug. Maar goed, voor nu vond ik het wel een keer leuk. Ja, het was vandaag denk ik niet heel interessant voor jullie. Maar ja, ik vond het ook een beetje lastig. En nu ben ik gewoon moe. Een beetje taai. Ik heb gewoon een inkakkertje. Ik ga jullie dan in ieder geval morgen weer zien. Want ik ga nu verder echt niks meer doen. Al relaxen en
mijn dingetje straks doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 7 februari. Ik ben klaargemaakt. En vandaag is de slaapkamer aan de beurt. En daar word ik wel blij van. Want ten eerste, het is best wel een beetje een troepje. En ten tweede, ik vind het heerlijk om mijn bed te gaan verschonen. Want ik heb hier zo liggen zweten met al die nachtmerries. Dat het gewoon echt een aangename bedoeling is om mijn bed te verschonen. Gisteravond heb ik lekker televisie gekeken. Allereerst Goede Tijden. Wat eigenlijk best wel een spannend einde had. Aan de ene kant en aan de andere kant niet. Want ik wist al een beetje wat er ging gebeuren. Omdat er toch altijd mensen zijn op social media die spoileren. Namelijk, ja, als je Goede Tijden volgt, dan ken je het verhaal. Maar dus eigenlijk bij de cliffhanger was het zo dat... was dat deze cliffhanger? Ja, volgens mij wel. Amir die heeft tijdens de cliffhanger, hij mocht mee zeg maar op... in een helikopter, omdat hij dus in het ziekenhuis werkte. En toen kwamen ze dus op de plek van het ongeval. En daar hadden ze twee patiënten. Alleen de ene patiënt die was minder heftig eraan toe als de ander. Waardoor hij die vrouw die daar lag dus moest laten liggen. En eerst die andere persoon moest helpen. Nou, dat vond de man van die vrouw dus helemaal niet leuk. En die heeft hem toen geslagen. En die vrouw is uiteindelijk overleden. Nou is het zo, die man die had ook een zoon en die man heeft uiteindelijk zelfmoord gepleegd. Althans dat denk ik, of het was een ongeluk, dat is nooit helemaal duidelijk geworden. Maar goed, toen heeft Amir heeft die zoon een tijd in huis genomen. Alleen dat ging niet, want die zoon die deed ook echt heel veel praktijken die niet door de beugel konden. Nou, uiteindelijk is die dochter van George, die is dus verliefd geworden op die jongen. Waardoor ze het plan hebben gekregen om weg te lopen. Alleen die jongen die stond inmiddels onder toezicht van zijn oom. Die oom die heeft hem inmiddels opgespoord, want die jongen die was al wekenlang zoek. En die oom die kwam dus in die caravan waar hij zat en er is een worsteling plaatsgevonden waardoor die jongen die oom tegen een muur heeft gedrukt waardoor hij in een soort van haakje of spijker met zijn hoofd terecht kwam waardoor hij dus waarschijnlijk niet heeft overleefd. Dus dat was even de spanning. Eventjes een kleine terugblik. Ik weet niet, kijk, als je GTS er zelf helemaal niet volgt, vind je dit ook helemaal niet interessant. Maar eventjes gewoon hoe het in elkaar zat, omdat ik anders niet weet hoe ik het moest uitleggen. Dus daar liep het mee af. Daarna heb ik Albert van Stegeman gekeken. Dat vond ik heel interessant. Een vader van een jongen van 25 heeft heel veel van Alberto ingeroepen, omdat zijn zoon is overleden. En die zoon, dat was een sportschooltype en hij gebruikte volgens mij ook anabolen. Dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval gebruikte hij een bruiningsmiddel. Wat je dus in je buikvet in moest injecteren. Ik weet even de naam niet meer van het bruiningsmiddel. Maar dat bruiningsmiddel was dus helemaal niet zo onschuldig. Het was de bedoeling dat je het injecteerde. En daarna moest je een keer onder de zonnebank. En dan kreeg je een heel bruin kleurtje. Bla 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 bla. Alleen dat spul dat gaat dus naar je hersenen. Waardoor die jongen dus een... hersenbloeding geloof ik heeft gehad of iets. Hij heeft het in ieder geval niet overleefd. Dus die vader, die zijn boodschap was eigenlijk, of zijn doel, mensen waarschuwen voor dit middel. En hij heeft een filmpje opgenomen voor die dealers. Dus het team van Alberto heeft bij twee dealers hebben ze dat spul gekocht. Zodat ze zeker wisten dat hun het verkochten. En Alberto heeft die mensen daar dus mee geconfronteerd. Waardoor ze eigenlijk beide zeiden, we stoppen ermee. Die ene die zei al, maar ik ben er al mee gestopt. Nou, dat klopte niet, want hij zat op dat moment met een van de medewerkers om het spul te verkopen. Hij had het uiteindelijk niet bij zich, omdat hij leveringsproblemen had. Maar het spul is dus ook hartstikke illegaal. Ze hadden ook in vormen van neusspray. Ik weet het allemaal niet. Maar in ieder geval, Alberto heeft die mensen toch uiteindelijk in de gaten gehouden na die confrontatie. En een van die mannen die is dus toch doorgegaan met het verkopen van dat spul, waardoor de politie hem heeft meegenomen. En volgende week gaat het verder, want dan gaan ze toch in die sportschool kijken, want die jongen die kocht alles in de sportschool. Nou, dan is het natuurlijk geen goede, frisse zaak, want in een sportschool kun je sportdrankjes verkopen, denk ik misschien. Gezonde repen, maar daar moet het wel bij ophouden natuurlijk. En niet dat je anabolen en weet ik veel wat allemaal voor zooi kunt kopen. En dan gaan ze dus ook proberen om de man te pakken die dat spul aan die jongen heeft verkocht.
Daarna heb ik Alberto Steeg, of Alberto Steeg, die had ik net al genoemd, Meester Frank Visser gekeken. Vond ik ook een lastige zaak. Het ging namelijk over een hond. Die hond zat 24/7 buiten. Zijn baasje was ja, heel slechtziend. Hij zag alleen nog maar contouren en een bril of een snor kon hij nog waarnemen. Maar hij kon niet iemand gewoon zien zoals de meeste mensen iemand kunnen zien. Hij had een hond genomen omdat hij dus een keer bij hem is ingebroken. En waardoor hij zich dus veilig voelde om een hond te nemen. En hij had een Turkse herder. Alleen die honden die kunnen dus blijkbaar gewoon 24/7 buiten zitten. Hij had ook wel een hok, maar daar ging die hond dus niet in buiten. Want hij wilde gewoon waarschijnlijk toch naar binnen. Er werd ook niet heel veel met hem gewandeld. Zo'n hond die moet echt grote wandelingen hebben, dat zat er ook niet in. Er is een hondendeskundige bij geweest, die zei ook, de hond ziet er heel gezond uit. Alleen, als ik te veel praat, krijg ik last van mijn stem. Sorry. Het is, ja, zo'n hond heeft gewoon echt zijn beweging nodig. En er was eigenlijk een oplossing. De buren hadden gewoon heel erg last van die hond. Die blafte gewoon heel hard. En het was 85 decibel. En het moest minder zijn. Ik weet niet hoeveel. Maar die hond die blafte 's nachts. Hij blafte overdag heel veel. Waardoor ze het eigenlijk ook gewoon heel zielig vonden voor die hond. En hun nachtrust werd verstoord. Uiteindelijk zijn meester Frank Visser, er zijn natuurlijk ook wat oplossingen. Je kunt ook die hond gewoon vanaf een uurtje of 9 s'avonds in huis nemen. Maar die man was zelf ook van Turkse afkomst. En hij zei, ja, ik zeg heel eerlijk, van mijn geloof mag er geen hond in huis. Dus ja, dan wordt het al heel erg lastig. Uiteindelijk heeft meester Frank Visser toch moeten besluiten dat de hond niet mocht blijven. Hij mocht ook geen andere hond meer nemen. Want ja, het gaat gewoon niet. De redactie en de hondenexpert wilden ook zeker gaan helpen zoeken naar een goed huis voor die hond. Zodat hij op een hele goede plek terecht zou komen. Maar uiteindelijk mocht de hond dus niet blijven. Ik denk dat het voor de hond ook wel beter is. Ik las op social media ook al dat mensen hem hadden uitgezet. En ik zat ook wel een beetje te twijfelen. Want ik vind het wel heel erg heftig. Maar ik dacht ook wel, ik denk dat er wel een goede oplossing komt voor die hond. Waardoor hij toch, ja, waardoor de oplossing voor alle partijen toch goed is. Ja, voor die man is het natuurlijk wel een hele verliezende zaak. Omdat hij wel heel dol was op zijn hond. Maar ja, ik denk zelf niet dat het werkt om een hond 24/7 buiten te hebben. Ik denk niet dat wij dat heel erg gewend zijn in Nederland om dat te doen. Dus dat heb ik gekeken. Ik heb Klee gekeken en ik heb Hudson en Rex gekeken. En vandaag heb ik de laatste aflevering van Klee seizoen 4. Het gaat lekker. Ik ga nu stofzuigen, want de katten verharen als een malle. Het goede nieuws is, Tijgertje is niet meer cross. Dat is echt ideaal. En daarna ga ik de slaapkamer doen. Dan ga ik jullie bijzetten. En ik ga nu stoppen met praten, omdat mijn stem het niet meer trekt. Zo, ik ben weer helemaal klaar. Groenten afgehaald. De slaapkamer is lekker schoon. Ik heb nu mijn dekbed even in de wasmachine zitten. Vaak komt hij er al droog uit. Ik dacht, het is ook wel even lekker om die keer te wassen. Nu wil ik eigenlijk straks mijn kussen nog even doen. Dan maak ik het gewoon later vanavond nog even verder op. Dan is het alleen even de hoeslaken of het de dekbed overtrekt eromheen. En dan kan ik vanavond lekker in een schoon bedje duiken. Heerlijk. Daar ben ik echt aan toe. Ik vind het altijd wel lekker als alles weer lekker schoon is. De spullen van de ex staan nu boven. Ja, dat had ik al gezegd. Daar wil ik eventjes mee kijken wanneer ik dat ga uitpakken. Of morgen, maar ik weet niet of ik dat red. En anders maandag.
Maar ik ben wel weer blij. Ik ben wel weer voldaan. Vanavond Flikken Maastricht. En nu natuurlijk ben ik ook heel erg benieuwd. Godverdomme, echt waar. Straks alles stopgezogen. En alles ligt gewoon weer vol haar. Ja, na goede tijden natuurlijk. Ik ben blij dat... ja, ik vind het leuk, Flikken Maastricht vanavond. Ik ga vanavond nog even tijdens het eten... is er een dokter in de zaal kijken. En dan vanavond naar Flikken Maastricht kijk ik eventjes 5 Days Inside. En de video is ook al af. Die heb ik gisteravond al geëdit. Omdat de foto's zo vlot gingen met bewerken, dacht ik, oh, dan kan ik net zo goed aan die video gaan zitten. Want het is best wel een groot artikel wat ik moet schrijven. Ik dacht, dan is het gewoon fijn als de video ook klaar is. En dan is het vanavond nog eventjes de thumbnail een beetje aanpassen. En dan kan die geüpload worden. Ik heb mijn telefoon en mijn iPad heeft geüpdate. En ik kijk vanavond verder Whiskey en Hudson RX. Dus dat wordt mijn avondje verder een beetje chill, maar gewoon lekker vrijdagavondje. Straks lekker douchen en eten. Ik ga nu nog even lekker relaxen, want ik ben er klaar mee. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer, want ik ga verder toch niks meer doen. Ik ga vanavond wel mijn boek uitlezen die super spannend is. Het is wel een beetje de maffiawereld, dus dat is niet helemaal mijn ding. Maar ja, ik wil het verhaal toch wel uitlezen. Ik weet niet of ik het tweede boek ook ga lezen, maar daar moet ik nog even over nadenken. Dus daar kan ik tot morgen over nadenken, want morgen moet ik een nieuw boek starten. Maar dat is weer een zorg voor morgen. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien, want ik ga nu lekker relaxen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is vandaag 8 februari. Ik ben net klaargemaakt. Het is buiten best wel een beetje bewolkt. Het is een beetje regenachtig, heb ik het idee. Dus ja, nou, ik vind het op zich wel gezellig. Ik ben toch lekker thuis, dus vind ik het niet zo erg. Ik ga de verwarming even een tikje omhoog zetten. Gisteravond heb ik lekker Goeie Tijden gekeken. En daarna Flikken Maastricht. Het was wel een spannende aflevering. Er zaten ook best wel bekende mensen in. De zanger van Veldhuis en Kemper. Alleen ik haal die twee altijd door elkaar. Dus ik weet niet welke van de twee het was. Het ging over de verdwijning van een meisje. En ze hadden ook een zaak dat de inloggegevens van Romeo waren gebruikt voor een case. En hij had dat zelf niet gedaan. Ja, ze moesten en een verdwijning oplossen. En dus dat van die inloggegevens, maar dat ging best wel vrij makkelijk, zeg maar. Dus ja, dat was op zich niet... het ging allemaal vrij makkelijk en ik had wel het idee dat die mannen er wat mee te maken hadden. En dat was ook zo. Dus ja. Dat was dat. Daarna heb ik 5 Days Inside gekeken. Vond ik ook wel... heftig. Natasja Vroeger was in een huis met allemaal mensen die een verslaving hadden. En daar waren ze dus nu voor in behandeling. Sommigen die zaten er gedwongen doordat ze bijvoorbeeld door justitie daar waren geplaatst. Ze hadden ook allemaal kindjes, dus het was echt een gezinshuis. En ze wilden ook eigenlijk, de meesten wilden niet herkenbaar in beeld, wat ik ook wel snap, dus ook de kindjes niet. Maar het was best wel indrukwekkend om dat zo te zien. Het was een huis in Groningen, wat ik begreep. Volgens mij is er één huis van in dit land. En er zaten dus allemaal vrouwen die dus eigenlijk of een drankverslaving hebben gehad of drugs en dat soort dingen. En die werden dus nu weer een beetje op het rechte pad geholpen. Sommigen zaten er ook wel echt vrijwillig. Die hebben zichzelf aangemeld. Maar ja, het was heel divers. Ik heb de Vlaamse Pot nog gekeken. Ik heb Glee gekeken. Ik begin vanavond met seizoen 5. Er is er weer eentje brokjes aan, uit de bakjes aan het gooien. Ben je aan het doen? Laat de brokjes er eens in. Je kan ze toch gewoon eten? Het zijn geen kleine brokjes vandaag. Zooimakertje. En ik heb Hudson RX gekeken en dat is ook wel een mooie serie. Als je daarvan houdt, is het wel echt een mooie serie. Vandaag is de planning dat ik mijn foto's moet maken, want morgen ben ik dus weg. Morgen heb ik een verjaardag van mijn vader en daarvoor gaan we even bij mijn oma langs in het revalidatiecentrum waar ze zit.
Dus dan gaan we daar even op bezoek. En daarna gaan we door naar de verjaardag. Frank en Nathalie halen mij op. Dus dat is morgen. Vandaar dat ik nu even mijn foto's moet doen. Ik moet eventjes mijn... De cadeautjes moet ik even inpakken. Dus daar ga ik zometeen gewoon eerst even mee beginnen. Als ik heb stof gezogen, dat ik eerst foto's maak. En dan daarna eventjes de cadeautjes inpakken. Ik denk niet dat ik vandaag zal bullet journalen. Omdat het... omdat ik nu even wat drukker ben. Maar ik ga gewoon even kijken. Mocht er nog tijd over zijn, ga ik dat wel doen. Ik zit hier met Muis. Ik ga eerst even stofzuigen. Want de katten die hebben zoveel haaruitval dat het haar overal rond zweeft. Jij ook, hè? Hallo. Ik had zo'n schattig tijgertje. Ze zit s'avonds altijd bij me. Ze zat gisteren heel rustig, omdat de krolsheid nu over is. Ze zat heel rustig in mijn arm. En dan drukt ze echt dat gezichtje zo, of haar hoofdje zo in mijn neus. En ze ruikt zo onwijs lekker. Ik weet niet. Ik vind katten gewoon echt lekker ruiken. Maar ja, tijgertje, vooral zeg ik altijd tegen tijgertje, zullen we tijgertjes parfum maken? En dan zit ze zo aan te kijken van, waar heb je het over, mens? Dus dat is wel schattig. Ik ga nu even de stofzuiger door doorheen trekken. En dan ga ik even de spullen pakken voor de foto's. En ik probeer jullie er vandaag wel een beetje bij te zetten in hoeverre dat lukt. Ik heb alles lekker weer opgeruimd. Ik heb toch nog best wel wat kunnen doen. Toch nog even kunnen bullet journalen. Want die foto's gaan gewoon echt als een malle. Sinds ik die flitser heb, echt, het gaat echt top. Echt, die camera en die flitser zijn wel echt een van mijn betere aankopen ooit. De cadeautjes zijn ingepakt. Ik moet straks alles alleen nog even in een tasje doen. Zodat ik eigenlijk morgen, voordat ik weg hoef, niet zo heel veel te doen. Frank en Nathalie gaan hier rond 1 uur. Dus kan ik daarvoor mij eigenlijk klaarmaken. Die nagellak gaat straks eraf. En ik ga even mijn nagels opnieuw doen met een gellakje vanavond. Vanavond kijk ik de quiz van Linda de Mol. Ik neem even All Together nou op. Dat ga ik later even kijken. Ik kijk Hudson en Rex en Glee en Wie ben ik. Waar heb ik hier een flipje? Oh, het zal wel. Dus dat wordt mijn avondje. En dan even mijn nagels doen. Even alles kleding klaarleggen en dat soort dingetjes. Zodat ik eigenlijk morgen niet veel meer hoef te doen. Voordat ik weg moet. Ja, de stofzuiger er even doorheen trekken als ik dat red. Dat is wel even van belang. Maar het was wel een productief middagje. Maar op zich wel lekker. Ik ga nu nog even lekker relaxen. En dan ga ik straks lekker eten. Eventjes lekker douchen. Mijn dingetjes doen. En dan zie ik jullie gewoon... morgen weer. Ik weet niet in hoeverre ik jullie kan meenemen. Maar dat moet ik morgen even kijken. Want er is wel heel veel mensen. Er zijn heel veel mensen. Ik denk niet dat die op camera willen. Dus ik moet even kijken in hoeverre dat lukt. Dus we gaan het meemaken. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede morgen op deze zondag. Het is 9 februari. Jullie zitten even bij Naar Licht.
Ik ga mezelf even klaarmaken. Dan kan ik hier ondertussen even bij praten. Ik ga zo naar de verjaardag. Mijn vader is vandaag jarig. Dus daar gaan we zo meteen heen. Nathalie en Frank halen mij zo meteen op. En we gaan eerst even langs mijn oma. Die zit nog steeds in het verzorgingscentrum, of revalidatiecentrum moet ik zeggen. En daar gaan we dus eerst even heen en daarna gaan we door naar de verjaardag. Ik moest om 12:30 klaarstaan. Het is nu bijna 12 uur, dus dat ga ik allemaal mooi redden. Ik heb wel een beetje buikpijn. En dat komt omdat de tijd van de maand het weer is. Ik ga zo maar even aspirine erin gooien, want hier, anders ga ik het niet volhouden. Even mijn haarband erop doen, zie ik, want mijn haren vliegen in mijn ogen alsnog. Ondanks dat het nu even vast zit, ik heb het net even gesteld. Ik weet niet of het een heel goed idee was, aangezien het code oranje is vandaag. Maar ja. Gisteravond heb ik weer het quizje gekeken. Ik vond het echt heel erg moeilijk. Dus dat was niet echt heel geweldig of zo. Maar ja, ik vond het wel leuk om mee te spelen. Ik heb gekeken naar Wie ben ik? Dat was ook wel leuk. Mickey die is een beetje vervelend. Eventjes Hart van Nederland gekeken in Shownieuws. En daarna heb ik Altogether Now gekeken. Dat was ook wel leuk. Alleen Gerrit Joling was er onwijs aanwezig. Maar ja. Er zit namelijk naast Gerrit Joling zit iemand die is van de boerenrok. Dus die praat ook echt een beetje Twents. En hij zit continu zit hij dat accentje te nabootsen. Dat ik op een gegeven moment denk, Gerard, nou is het wel een keer klaar. Weet je, je weet nu, je weet hoe die man nu inmiddels praat. Ik vind hem wel heel grappig, die man, moet ik zeggen. Ik vind hem wel echt heel komisch. Gewoon vanwege dat Twentse accentje. Want alles er net even iets anders uitkomt. Maar ja, Gerard hoeft het niet steeds na te doen. Vind ik persoonlijk. Ik heb die gekeken. Ik ben nu begonnen bij seizoen 5, aflevering 1. Was ook wel leuk. Daarna heb ik Hudson en Rex gekeken. Wat ik nog steeds echt een hele leuke serie vind. Als je daar echt van, als je echt een beetje van politie-series houdt met honden, is het zeker een aanrader. Dus ik vind het echt een hele leuke serie. En ik ben het nog even gelezen. Ik ben nu toch met het tweede boek begonnen van die serie. Ik had van de week verteld dat het een beetje over maffia ging. Nou, dat is dus absoluut niet mijn ding. Maar ik wilde toch wel weten hoe het verhaal afliep. Want daar werd je in boek 1 niet heel veel wijs uit. Dus ik ben toch begonnen met boek 2. En ik vind het op zich wel leuk. Alleen, ja, net wat ik zeg, het maffia gedeelte trekt mij niet zo, omdat ik daar niet voor insta. Hè. Ze vermoorden best wel veel mensen. En dat is misschien ook die wereld. Alleen ze kunnen er ook niet uitstappen, want dan worden ze zelf vermoord. Dus ja, eigenlijk is verliefd worden voor die mensen helemaal geen goed idee. Maar ja, goed, dat is toch gebeurd. Ik ga mezelf even verder klaarmaken. Ik ga de camera wel meenemen. Maar ik weet niet of ik heel veel ga vloggen vandaag. Want er zijn andere mensen bij. Dus ik weet niet of er iets te vloggen valt. Maar ik zal hem voor de zekerheid meenemen. En dan zie ik jullie later. Outfitje. Dit setje van de H&M. Deze blouse is van Only. Mijn schoenen zijn van Haren. Ik weet niet of het heel erg lekker zichtbaar is. Nee, natuurlijk niet. Maar ja, dit is dus de outfit. Ik ben verder ook helemaal klaar. Ik ben nu klaar op de tijd. Ik moest er zelf even gestofzuigen. Ik ga eventjes mijn
volgens verder afkijken, even een sprintje nemen en dan gaan we straks die kant op. Dus ja, misschien dat ik jullie later zie ergens op locatie en anders zie ik jullie gewoon weer als ik thuis ben. Zijn we live? Ja, we zijn live, ja. Hallo mensen. Hallo. Frank probeert de auto op de weg te houden, want het waait echt als een malle. Het stinkt ook behoorlijk, het is behoorlijk in de rug. Gamerappje. Je ligt er ook wel echt zo lekker bij, hè? Zo van, ik lig wel goed. Een spelletje aan het spelen, hè? Hi Day. We spelen weer Hey Day? Ja, kun je me helpen? Ik heb geen vrienden, ik heb gewoon, ben opnieuw begonnen. Oh echt? Je was al in level 30 of zo. Ja. Nou ja, volgens mij heb je veel naar je zin daar op dat bed. Ja. Zo, ik ben alweer even thuis. Zoals je hebt gezien heb ik niet heel veel gefilmd. Ik kom trouwens net onder de douche vandaan, mocht je het je afvragen. Omdat het ten eerste, ik heb het eigenlijk vanmiddag ook niet echt de behoefte gehad om de camera erbij te pakken. Ik heb wel eventjes nog wat gevlogd met mijn telefoon dus, maar dat was ook niet heel veel. Het was gewoon even puur omdat ik het grappig vond dat Frank het zich zo gemakkelijk had gemaakt op het bed van mijn oma. Was ook heel gezellig. Maar het was best wel een beetje, ja, je gaat alle kanten op natuurlijk met die wind. Dus het was best wel een kunst voor Frank om die auto recht te houden. Maar ja, zoals jullie al hoorden, ik weet niet of jullie dat hebben gehoord. We gingen met 140 over de snelweg op de heenweg. Op de terugweg weet ik niet, want toen was het donker. We zijn even met mijn oma koffie gaan drinken. Mijn oma die komt verder eigenlijk weinig buiten de kamer op therapie na. En ze eten geloof ik gezamenlijk. Maar voor de rest komt ze niet heel veel uit de kamer. En op de plek waar zij zit, heb je alleen een koffieautomaat waar je met contant geld moet betalen voor je koffie. Nou, de meeste mensen hebben dat natuurlijk niet. Dat weet ik niet of dat heel natuurlijk is. Maar dat is vaak, je moet het zo gepast betalen. Stel, mijn moeder, dat is heel erg onhandig. En omdat die revalidatiecentrum heel dicht bij het ziekenhuis zit, zijn we even naar het ziekenhuis gegaan. Omdat je daar wel gewoon koffie kunt drinken en dat gewoon kunt pinnen. Dus zijn we daar even gaan zitten. Dat was wel gezellig. Nathan en ik hebben nog even een ijsje gegeten. Omdat wij dat maandag eigenlijk wilden doen. En dat kon nu niet. En ze hadden nu zelf disco dip. Dus dat was top. Daarna zijn we naar de verjaardag geweest. En we zijn rond 17:15 zijn we weer mijn moeder naar huis toe gaan brengen. Want Frank moet vannacht weer gaan werken. Dus die had ook wel eventjes een inkakkertje. Dus we hebben mijn moeder thuis gebracht. Daar hebben we nog even wat gedronken. Mijn moeder had van mij eventjes Robijn wasmiddel gehaald. Had ik gevraagd. Voor die witte was, want die wilde ik heel graag hebben bij de actie van de week en die hadden ze niet. Toen vroeg ik aan mijn moeder, ze gooi, ja, zou jij die mee willen nemen? Toen heeft zij er even eentje gehaald. En nu heb ik mijn airfryer aanstaan om zo even wat te eten. Ik hoef niet heel veel te eten, want ik heb best wel wat eetmomenten gehad vandaag. En dat ben ik normaal niet gewend. Maar ik ga wel wat eten, zodat ik wel ook echt een maaltijdje heb. Maar het is niet dat ik heel veel ga eten, want anders gaat het mis met mijn buik. Want als ik te veel eet, dan word ik zo misselijk dat ik moet overgeven. Dus dat eigenlijk, dat hebben we nu gedaan. En toen was ik rond 17:15 ongeveer weer thuis. En nou ja, goed. Dus toen dacht ik, ga ik eerst even lekker onder de douche. Want ik was toch wel een beetje koud. En het was natuurlijk best wel nat. Ik had toen thuis gewoon ook even de verwarming aangezet. Ik had de eten gegeven. Dus zometeen even eten. Nu ga ik nu zometeen lekker
Holland tegen België kijken. Daarna komt Baantje. Ik heb even noodcentrale opgenomen, dus dat kijk ik ook nog even. Vanavond Glee en Rex, want Rex heb ik ook al ingesteld. Was ook wel blij, maar ik wist natuurlijk niet precies hoe laat we thuis zouden zijn. Of we, ik. Er is helemaal geen we. Maar ja, goed, dat merk je altijd wel. Dat vind ik altijd best wel lastig als je dan van een leuke middag weer thuis komt, zeg maar. Thuiskomen is heel fijn, maar dan ben je toch wel heel erg alleen. Dan heb je eigenlijk niemand tegen wie je je verhaal kwijt kunt. En dat vind ik soms wel lastig, dat je dan gewoon in je eentje thuis komt. Jij kan de katten vertellen, auw, echt kramp. Maar ja, die zeggen toch niks, dus dat vind ik soms wel lastig. Maar goed, dat gaat vanzelf wel weer over. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien, want ik ga nu eventjes wat eten. En zo moet lekker voor de buis hangen en vanavond wat foto's bewerken. Dus ik zie jullie dan morgen weer. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 10 februari. Ik ben klaargemaakt. En ik heb vandaag eigenlijk best wel een rustig dagje. Ik zat even te denken. Misschien dat ik alvast eventjes een video opneem. Want anders wordt het vrijdag. Ik moet even een groepsappje beantwoorden. En ik weet niet. Ja, als het dan weer mislukt. Dan heb ik nog een dag om het nog een keer te doen. Dus dat is een beetje dat. Of ik zou de spullen van de Action opruimen. Maar ik wil sowieso bij de journal. Daar heb ik echt zin in om te gaan doen. De wind of de storm heeft bij mij eigenlijk niet veel aangericht. Het is alleen met kliko's en omgewaaid. En het heeft vannacht onwijs geonweerd. Ik vind dat zelf niet heel erg eng als ik gewoon in huis zit. Als je er echt bang voor bent, kan ik me voorstellen dat het echt verschrikkelijk is. Het waait nog steeds. Het is wel minder hard. Maar ik heb gezien dat het tot sowieso morgen blijft waaien. Dus ja, het is even afwachten gewoon. Gisteravond toen ik had gegeten heb ik Nederland tegen België gekeken. Ik heb de laatste aflevering van Baantje gekeken. De noodcentrale. Wat ik wel jammer vind is dat je nooit achteraf hoort van... sowieso is het opgelost. Het is goed gekomen. Dus dat is wel een beetje jammer. Ik heb Glee gekeken. Vanavond heb ik dan die Glee aflevering. Dat ze... Oh, ik heb weer tranenogen. Corrie Montet. Of ik weet niet zo goed hoe je zijn achternaam uitspreekt. Maar gaan herdenken. Oftewel Finn Hudson. Dat hij is overleden. Dus ik denk dat dat best wel een emotionele aflevering gaat worden. En daarna heb ik Rex gekeken. De nachtmerries waren ook weer heel erg aanwezig. Dus dat was even weer minder fijn. Dus dat was niet zo prettig. Ik kom soms in dingen terecht in mijn dromen waarvan ik denk van ik kan me niet eens voorstellen dat ik het ooit zou meemaken. Maar ja, zeg nooit nooit. Ik moet mijn Apple Watch updaten. Ik ga nu even stofzuigen. Dan ga ik misschien toch even die video opnemen. En dan ga ik daarna lekker bullet journalen. Want daar wil ik even lekker wat dingen voor doen. En dan ga ik jullie daar gewoon bij zetten. Maar ik ga zo eerst even stofzuigen en een wasje aanzetten. Zo, de video staat erop. Ik heb ook al de was aangezet. Ik ga nu even lekker bullet journalen. Het is nog vroeg, dus ik kan nu nog even mooi wat doen. Dus ik ga jullie er gewoon gezellig bij zetten. Zo, ik heb alles opgeruimd. Ik heb het heel erg koud. Verwarming staat wel aan, maar ik krijg het niet warm op een of andere manier. De katten hebben net gegeten. Ik ben wel even lekker bezig geweest, maar ik kon gewoon niet ver genoeg. Ik wil eigenlijk gewoon eens een hele middag eraan zitten. Maar er komt gewoon... Ik heb altijd nog wel weer dingetjes die ik van mezelf moet doen. En
Ja, ik vond het nu ook al belangrijk om even video op te nemen. Maar van de week kan ik nog meer pillen chillen. Dus op zich geen probleem. Nu ga ik verder ook eigenlijk niets meer doen. Straks koken. Even douchen. Na het GTS-T. Ik kijk Married at First Sight. En uit zelf een executie. En ik moet eventjes alleen de slechte chauffeur opnemen. Want die 100-jarigen met koorden die komen niet meer. En de Vlaamse pot gaan ze geloof ik nu weer vanaf het begin af aan herhalen. Dus dat hoef ik ook niet meer te zien. Vanavond kijk ik Lee. Nou, het is dan die emotionele aflevering. Maar dat horen jullie morgen wel even wat ik daarvan gevonden heb. Ik ga Rex kijken en ik moet een artikel schrijven. Ik wil eigenlijk nog wat foto's bewerken en nog een artikel inplannen voor morgen. We moeten even kijken hoe ver dat lukt. Dus dat is een beetje de planning, niet heel bijzonder. Ik ga jullie dan verder morgen weer zien, want ik ga nu toch niks meer doen. En ja, even lekker relaxen. Dus bij deze tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 11 februari. Ik ben klaargemaakt. Ik heb straks de kattenbak die ik moet doen, de douche en de gang. En dat zijn eigenlijk de dingen die ik vandaag moet doen. Ik heb niet zo heel erg tof geslapen. Want er was iemand die om 4:15 vannacht besloot om wat te gaan klussen buiten. Daar werd ik wakker van. Toen kwam ik heel slecht weer in slaap, dus dat was niet zo fijn. Dus ja, dat was even minder. Ik heb gisteravond Married at First Sight gekeken. Echt super leuk. Ik verheug me er ook elke keer op. Ik vind het steeds leuker worden. Alleen vraag ik me af hoe sommige koppels wel gekoppeld kunnen zijn. En hoe zo'n koppeling in zijn werk gaat. Want je ziet bij sommigen eigenlijk al vanaf het begin af aan van ze passen niet bij elkaar. Ja, het is in de media ook al een beetje op de uiting gekomen dat de een al een vriendin weer zou hebben en de ander zou weer op Tinder zijn gespot. Ja, dat komt uit de media. Ik weet natuurlijk niet wat daarvan waar is. Ja, iedereen kan natuurlijk een Tinder profiel van iemand anders aanmaken. Dus dat is op zich niet heel erg lastig, denk ik. Maar ja, ik vind het wel leuk om te kijken. Dus vanavond weer. Ik heb gekeken naar Uitstel van Executie. En die man die had een huis, jongen, echt zo onwijs groot. Het was echt niet normaal. Er zaten allerlei opslagplaatsen bij. En nou, het was echt een heel groot huis. Uiteindelijk hebben ze het huis goed kunnen verkopen, waardoor de man ook schuldenvrij kon verder leven. Dus dat was natuurlijk heel erg mooi. Ik heb Klee gekeken. Ik had er wat meer van verwacht. Dit was de aflevering The Quarterback. En dit was dus de aflevering die in teken stond van de dood van Finn Hudson / Cory Monteith. En deze aflevering is denk ik op het laatst in elkaar gedraaid. Deze is speciaal geschreven omdat het niet in de planning was dat deze beste jongen zou overlijden. Ik miste sowieso 3 mensen van de Klee Club. Waarvoor eentje begrijp ik ook nog wel dat hij er niet bij was, want die heeft er niet vanaf het begin af aan bij gezeten. 2 wel. Het was allereerst eentje die ook zijn ex was in de serie. Waar hij een tijd een relatie mee had gehad. Zij was er niet bij. En een ander meisje was er ook niet bij. Vond ik heel gek, waardoor die er niet bij waren. Het was wel goed geacteerd, maar ik had echt verwacht dat ik heel erg zou gaan huilen. Dat is niet gebeurd. Nou, fijn voor mij. Maar het heeft me dus niet zo heel erg veel gedaan in dat opzicht. Wat ik wel heel knap vond, was het acteerwerk van Lea Michele. Zij was in de serie zijn ex-vriendin, maar in het echte leven waren hun dus een koppel. Ja, hoe kun je het opbrengen om dan toch zo'n aflevering te maken, terwijl je weet dat het verdriet echt om die jongen is. Dus echt om de persoon zelf en niet om het karakter. En dat merkte je gewoon wel. Je zag ze heel veel huilen, je weet gewoon, ze hebben verdriet omdat die jongen dus gewoon echt dood is. Er werd ook niks verteld over hoe hij was overleden. Het was inmiddels al 3 weken na de begrafenis. Je weet in de serie niet hoe hij is overleden. Misschien hebben ze het bewust gedaan omdat hij natuurlijk in het echte leven op een nou niet hele mooie manier dood is gegaan. Klinkt misschien heel gek, maar soms denk ik als iemand in zijn slaap overlijdt of
Je hebt de Cooper-dood, hè? Dat je bijvoorbeeld als acteur zijnde of weet ik veel wat op het podium sterft. Dat schijnt voor heel veel mensen een hele mooie dood te zijn, omdat ze in het harnas doodgaan. Ja, deze jongen is doodgegaan door een overdosis drugs en drank. Dus ja, echt een schoonheidsprijs verdient het natuurlijk niet. Het is geen mooie dood. En misschien dat ze er daarom niks over hebben gezegd. Maar zoals ik zei, ik had er echt wel wat meer van verwacht. En dat viel me echt oprecht een beetje tegen. Dus ja, niet heel bijzonder. Ik heb daarna Rex gekeken en dat was het. Mijn boek die komt wel echt tot een hoogtepunt nu. En echt... Ondanks dat ik het nog steeds niet helemaal kan bevatten, is het wel een boek wat ik wil blijven doorlezen. Echt, al was het wel een beetje voorspelbaar op een gegeven moment. En dat is dan heel vervelend, want dan ben je een hoofdstuk aan het lezen. En dat meisje komt de kamer binnen en zij schrikt heel erg. Waardoor mijn gedachte was, haar ouders zijn vermoord. Maar dan gaat eerst weer het hoofdstuk verder met de mannelijke hoofdpersoon. Waardoor je dus weer echt een heel hoofdstuk moet wachten voordat je weet wat er dus aan de hand is. Waardoor je dus wilt blijven doorlezen van wat is er nou aan de hand. Wordt mijn gedachte werkelijkheid? Dus ja, dat was wel heel bijzonder. Ik ga nu eventjes mijn dingetjes doen. Ik zal jullie in de douche erbij zetten. Bij de kattenbak is het niet echt nodig. En de gang was ook niet echt een succes. Dus ik doe het wel even bij de douche. En dan ga ik even mijn dingetjes nu doen. Ik ga een muziekje aanzetten en dan ga ik even aan de gang. Alles is weer lekker klaar. De douche is schoon. De gang is schoon. Ik had nog geprobeerd om een vlint vast te plakken. Maar dat is niet helemaal gelukt. Die had er niet zo heel veel zin in. Dus dat moet ik even op een andere manier doen. Dan moet er een keer een nieuwe plakken. Maar dat ging gewoon even niet. De douche is lekker schoon. Nou ja, dat hebben jullie kunnen zien. Want daar heb ik jullie bij gezet. Groente is afgehaald. En ik zat daar toch even lekker Hay Day te spelen. Want het is wel leuk. Want Nathalie is nu ook weer begonnen. Die heeft heel lang niet gespeeld. Maar die is nu ook weer begonnen. Dat is wel leuk. Vanavond kijk ik 4 handen op 1 buik. Neem ik even Married at First Sight op en ook 5 Days Inside. En dan kijk ik naar 4 handen op 1 buik. Kijk ik Married at First Sight. Dus eigenlijk nog even wat foto's opnieuw doen. Ja, die waren niet helemaal goed gegaan. Voor de rest eigenlijk rustig avondje. Ik moet ook nog wat foto's bewerken. Ik ga Weekly kijken en Rex kijken. Al ben ik nu wel heel benieuwd hoe Glee nu dan verder gaat na zo'n aflevering van gisteren. Al denk ik dat we er niet meer heel veel over zullen horen. Dus straks lekker douchen, eten, de boel opruimen en dan lekker op de bank. Nu koud. Oh, ik heb een hiccupje. Nou ja, goed. Ik ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het gaat momenteel weer echt heel goed met de abonnees. Dus dank jullie wel dat jullie allemaal weer geabonneerd zijn. Abonneren kan erop het rondje bij mijn gezicht te drukken. Maar ook op mijn kanaal zelf. Daar kun je dan op de abonneerknop drukken. En daar kun je ook het belletje aanzetten. Zodat je een melding krijgt zodra een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk? Doe zeker even je duimpje omhoog. En dan hoop ik je eigenlijk gewoon bij een volgende video weer te zien. Dus in ieder geval bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doeg!